Het is eigenlijk een heel gemoedelijk wijkje waar, naar mijn mening, ook hele leuke en sociale mensen wonen. Dit pand had plek moeten gaan bieden aan 16 jonge asielzoekers, maar buurtbewoners waren het COA voor en kochten het op. Erover praten willen ze niet, ze houden de kaken stijf op elkaar. Mensen willen niks zeggen, snap je dat? Nee, dat snap ik niet. Je kan natuurlijk gewoon voor je mening uitkomen. Dus ja, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Assorgia is raadslid en buurtbewoner, maar niet betrokken bij de aankoop. Hij denkt dat de actie van de buurt had kunnen worden voorkomen. Met een overvaltechniek zoiets in zo'n wijk te planten, ja, dan komen de mensen in opstand. Dus ik denk dat het vooral de communicatie vanuit het COA is geweest wat een beetje kwaad bloed heeft gezet. Het COA laat weten dat de buurt juist was uitgenodigd voor een vergadering. Die moest vorige week plaatsvinden, maar toen was het pand net verkocht. Ja, je moet oppassen dat je dan als buurt er ineens niet heel slecht op staat, hè? Nou, inderdaad. Het is natuurlijk, ik denk dat het alleen maar verliezers kent hier, oh, die negatieve publiciteit. Er worden nu natuurlijk, als bewoner wordt er wel wat op je rug geplakt. En ik denk niet dat dat terecht is.